Yo, kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch, en welkom weer terug bij een nieuwe Mindtopia episode. En ik sta nu op het moment in Qtraxia op mijn main account, want op het moment wil ik geen FBI meer, maar ik ben nu een normale speler, een burger. En daar ga ik het jullie over hebben allemaal, over hoe ik als burger inderdaad ga spelen op Mindtopia. Want, velen van jullie kennen mij natuurlijk, ik was de FBI director, ik was de baas van de FBI en ik ben ermee gestopt. Heel simpel, dat zeg ik ook natuurlijk in het Mindtopia nieuws. Ik wou geen staff meer zijn, het was me iets te veel gedoe. Ik had er geen tijd meer voor om naast fulltime dus te gaan YouTuben en allemaal andere dingen doen. Fulltime met Mindtopia bezig zijn. Daar had ik gewoon geen tijd meer voor en ook vooral eigenlijk ook geen zin meer in. Dus ik had besloten om dit er maar te gaan doen. Dus dat was prima. Daar heb ik voor gekozen en vanaf nu ga ik dus verder als speler. En wat zijn dan mijn plannen om... Gast, ga eens gewoon aan de kant, Noplox. Gast. Volg me niet steeds. Weet je, rot even op, Noplox. Serieus, als je in de video komt, als je een kijker bent van mij en je ziet dit... Gast, ga niet altijd achter me aanlopen. Dat is super irritant. Super irritant. Maar goed. In ieder geval. Wat ik ga doen is namelijk het volgende. Ik heb natuurlijk, leid ik samen de winkel hier al. Samen met natuurlijk Cookie Monster NL. Genoeg mensen. Deze winkel is deels van mij. Als je kijkt, /plotinfo. Dan mijn naam hier ook natuurlijk bij. Er zijn heel veel mensen bij. Dus dan gaan we heel veel mensen van het plot afhalen. Want die horen hier niet meer bij. Want die werken hier namelijk allemaal niet meer. Dus dat gaan we dan even regelen. Maar ik ga een extra winkel openen. Dat was mijn plan. Ik heb ondertussen, anderhalve week geleden denk ik. Misschien wel, ja, anderhalve week geleden. 10 dagen, 12 dagen geleden. Heb ik hier iets aangevraagd op dit plot. Ik heb hier aangevraagd een bedrijf waar ik mensen mee kon helpen met aanvragen. Zodat hun aanvragen sneller goedgekeurd werden. Maar nog steeds heeft V, dus de burgemeester van Qtraxia, niet mijn voorstel gelezen. Nog steeds niks goedgekeurd of afgekeurd. Niet in mijn privébus gestopt. Dus ik heb nog steeds geen antwoord. Anderhalve week later. En dat is best wel irritant. Vind ik best wel slecht eerlijk gezegd van Qtraxia. Dus de burgemeester van Qtraxia, V, ik weet niet wat er misgaat. Maar het duurt anderhalve week voordat jij iets goedkeurt of afkeurt. En dat is best wel kut. Aangezien je namelijk hier nou eerst een vergunning voor moet hebben. Voordat ik hier mag bouwen. Dus ik moet eerst anderhalve week wachten op jouw antwoord van de burgemeester. Daarna moet ik een week wachten op mijn gebouw. Ben ik 2,5 week verder voordat ik mijn bedrijf kan neerzetten. En dat is best wel bullshit. Of onzin. Dat hoort niet. Dat is niet goed. Er gaat iets mis. Goed mis. Hier zo in het gemeente van Qtraxia. Waardoor gewoon... Je eigenlijk 2,5 week moet wachten op gewoon dat je je gebouw hebt staan. Waar je je bedrijf kan starten. Dus dat is best wel kloten. Dus helaas, dat ga ik dus niet kunnen doen. En ik denk dat ik het ook niet meer ga doen, want het duurt me gewoon te lang. Dus heb ik er geen zin meer in om de spelers te helpen op die manier. Moet ze lekker zeg maar uitzoeken in Qtraxia. Maar wat ik wil doen, wat ik ga doen ook, is ik heb een autobedrijf ga ik openen. Dan kan je auto's bij mij kopen. Ik ga hem als het goed is neerzetten in Rolandia, maar misschien in Qtraxia. Want er is een andere persoon die dat ook mocht doen. En die heeft besloten om meteen 3 gebouwen mee te openen. En 3 andere steden. Dus die dacht, weet je wat, fuck it, ik ga het gewoon meteen openen. En omdat wij dus voorrang kregen op bouwen, heeft hij meteen 3 geopend. En hij heeft dus volgens mij ook Rolandia gedaan. Dat is geen probleem, dan ga ik ook een extra openen, een extra autowinkeltje. Maar ik kan in ieder geval bij mij kan je de auto's kopen. Dus ik heb meerdere bedrijven, dus dat ga ik doen. En ik ga meerdere bedrijven openen ook. Met inderdaad kleding ga ik ook openen. Ik ga gewoon een hele, inderdaad, een corporation starten. Een hele bedrijfspan natuurlijk. Wat doe ik de headline? De Red Street ga ik natuurlijk openen ergens. Waar ik het ga doen, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Ik ga weer een nieuwe Red Light openen. Op die manier. Waardoor ik dus inderdaad gewoon weer een eigen soort stukje creëer. Met een eigen soort bedrijfje natuurlijk. Waar ik extra veel geld mee kan binnenhalen. Ik heb op dit moment 1,3 miljoen. 1,4 bijna. En daar wil ik natuurlijk veel meer geld van gaan maken. Oh, koud. Rolandia. Het wordt veel mooier hier in het centrum. Wat is dit nou weer voor raars? We gaan eens even kijken. Project X Top Secret. Ah, Top Secret. Het ziet wel leuk uit. Het is een mooi standbeeldje in ieder geval. Maar. Wat ik dus ga doen, ik ga een eigen kledingshop openen. Ik denk in Qtraxia of gewoon hier in Rolandia. Of misschien zelfs in Greydale. Want in Greydale is er nog vrij weinig. Dus ik denk dat ik gewoon op meerdere plekken een eigen centrum ga starten. Misschien wel in Greydale. Want Rolandia wil ik gewoon een bedrijf met auto hebben. En dan wil ik in Greydale, wil ik dan mijn eigen Red Light District starten. Ook al wil de burgemeester het niet zo. Ik ga gewoon een voorstel doen van, hey luister, ik wil je best je start aantrekkelijker maken. Dat er meer mensen komen. Want er komen op dit moment vrij weinig mensen. Dat wil ik best voor je gaan doen door mijn eigen red light te mogen starten. Maar dan moet ik wel mogen bouwen in mijn red light thema natuurlijk. Want als ik dat niet mag doen, dan doe ik het natuurlijk niet. Want dan heb ik er niks aan en dan vind ik het ook niet cool. En dan vind ik een stomme burgemeester dat hij dit soort aanboden, dus een aanbod zoals dit, weigert. Dat is echt niet zo slim. Dat is eigenlijk wat ik vooral nu ga doen in Mindtopia. En ik heb eigenlijk nu even niemand online met wie ik ook echt matties ben. Natuurlijk geen Duffy die de bank oont. Ik heb geen de David niet toch. Het is allemaal een beetje...
Zijn er allemaal niet. Ik ben ook 2 levels omlaag gegaan. Ik weet niet waarom dat gegaan is. Ik bedoel, ik was level 8. Toen ben ik level 10 geworden doordat ik FBI was. Ik ben met FBI en ineens ben ik level 6. Dus ik weet niet wie dat gedaan heeft. Maar die heeft het gedaan zomaar. Ik bedoel, ik heb 1,4 miljoen. Ik heb een... ik heb een time online van /time van 9 dagen en 16 uur. Dus er is iets niet goed gegaan. Maar goed, misschien wel. Ik ga er niet verder om klagen. Maar ik ga het gewoon kijken wat er aan de hand is allemaal. Waardoor het ook zo lang duurt voordat ik iets goedgekeurd krijg. En ja, dan ga ik er eigenlijk helemaal achteraan. Op dit moment is het namelijk allemaal een stukje traag. Een beetje langzaam allemaal. Maar, daar gaan we natuurlijk, er wordt natuurlijk aan gewerkt. En hopelijk gaat binnenkort, kan ik jullie laten zien hoe mijn nieuwe bedrijf eruit ziet. En dat soort dingen. Dus het moet allemaal goed komen. Het moet allemaal goed lopen. Het moet allemaal wel lukken. Ik bedoel, zo lastig is het allemaal niet. Ik heb hier allemaal kleren in de chest. Die ga ik ook allemaal verkopen binnenkort. Ik wil ook gewoon een klerenwinkeltje openen. Ik bedoel, ik heb er toch al een plotje staan. En ik heb allemaal kleren ingekocht toen de tijd. Dus het is allemaal niet zo lastig. Ik ga lekker de gouden kleren aantrekken. Want joh, waarom zou ik dat niet doen? Hè? Zo moeilijk is het allemaal niet. Dus op die manier ga ik lekker allemaal te zaken binnenkort. Ga ik binnenkort allemaal bedrijfjes openen in verschillende steden. Dus hou goed mijn kanaal in de gaten. Dan weet je welke bedrijven van mij zijn waar je natuurlijk de beste shit kan kopen. Natuurlijk door de meest betrouwbare man van heel Mytopia. Dat ben ik natuurlijk. Dus dan moet het allemaal goed komen. En dan ga ik binnenkort van allemaal winkeltjes openen waar het allemaal goed gaat. Mensen! In ieder geval, dit was mijn uitleg. Wat ga ik doen met Mytopia nu als speler? Want ik ben ontslagen. Nee, ontslagen. Ik heb ontslag genomen. Bij de FBI, want ik had gewoon geen tijd meer voor. Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. Laat zeker even een blauw duimpje achter omhoog. Als je het super awesome vindt. En zie ik jullie graag allemaal in de volgende video. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Later nog eens ziens. En natuurlijk, peace.